Het Belgische voetbalelftal is naar Amsterdam gekomen voor de 80ste ontmoeting met de Oranjeploeg. In het Olympisch Stadion zaten of stonden 65.000 mensen toen de middenvoer van de Rode Duivels Rick Koppens het spel in beweging bracht. De samenstelling van de teams had nogal wat verwondering gewekt. Belgen vonden het namelijk beter om Jef Mermans buiten de lijnen te laten en onze keuzecommissie had Abel Enstra niet opgesteld. Zij waren beiden in het stadion om te zien hoe de wedstrijd verliep. Het Nederlands elftal begon uitstekend. De Belgische aanval was minder sterk dan verwacht werd. Op de beide vleugels stonden debutanten opgesteld die het er niet onaardig van afbrachten, maar die het onze backs toch niet erg moeilijk konden maken. Middenvoor Koppens probeerde meermalen een aardigheidje, maar het mislukte vaak. Het bleek al spoedig dat het Nederlands elftal een volkomen gelijkwaardige tegenstander van de Belgen was. Keeper Meert moest vaak tussen beiden komen om een aanval onschadelijk te maken. De Rode Duivels troffen op de Nederlandse helft een gesloten verdedigingsblok waarin stopperspeel van der Hart als een rots in de branding de meeste aanvalsgolven onderbrak. Vanuit onze verdediging werden telkens opnieuw aanvallen opgebouwd die het zelfvertrouwen van de Belgen langzaam maar zeker ondermijnden. Het publiek op de hoge tribunes leefde mee met het wel en wee van de jongens daar beneden. Middenvoer Koppens demonstreerde af en toe dat hij met de bal aan de voet op een paar vierkante meter grond wel wat doen kan. Let u eens op hoe onze mannen hem op zijn huid zitten. De oude rotten waren er boordevol van. Trouwens ook van de Harder, die met de bal aan de voet op een paar vierkante meter ook wel wat doen kan. Uit de hoekschop die u zag ontstaan en die de Harder zelf nam, ontstond bijna een Nederlands doelpunt. Halfspeler Klaasens loste namelijk een loeihard schot tegen de lat. Ja, dat was jammer. De Nederlandse ploeg bleef aanvallen. Onze spelers waren snel, soms zelfs sneller dan de bal. 6 minuten voor de rust gebeurde. Rosenburg gaf van de linkervleugel een scherpe voorzet die door Dillen magnifiek in een doelpunt werd omgezet. Het stadion kon dit wel waarderen. Met een 1-0 achterstand begonnen de Rode Duivels na de rust een offensief. Maar de Munk was er niet bang voor. En onze bloedeigen voorhoede liet het aanvalswerk niet uitsluitend aan de Belgen over. De Harder toverde de Belgische achterhoedespelers heel wat situaties voor waar ze echt geen plezier in hadden. En Dillen deed vaak hetzelfde aan de overkant. Maar toch kon de Belgische verdediging meer Nederlandse doelpunten voorkomen. De Belgische voorhoede bleef, onder aanvoering van Koppens, proberen de achterstand in te lopen. Zonder succes overigens, want Van der Hart en zijn mannen stonden echt te voetballen. En als de verdedigers eens een keer gepasseerd waren, dan was er altijd nog een keeper de Munk in uitstekende vorm. Het stadion juichte nog 1 keer tijdens de wedstrijd, maar ten onrechte, want Timmermans schoot in het zijnet. Even later kwamen de Nederlanders opnieuw terug. Keeper Meert werd door Dillen in de sprint geklopt, maar de Belgische backs wisten het gevaar te bezweren. Tot in de laatste minuut bleef de spanning in het veld en daarbuiten bestaan. Rick Koppens nam persoonlijk de laatste corner van de wedstrijd. 2 Nederlanders gingen er echter met de bal vandoor. Toen ze de armen in de lucht staken, was dat niet om te protesteren, maar om hun vreugde te uiten bij het eindsignaal van scheidsrechter Ellis, dat onmiddellijk door het gejuich overstemd werd. Nederland had met 1-0 de 80ste wedstrijd tegen België gewonnen. Er ontstond spontaan een kleine receptie op de grasmat. Het was een zwaar bevochten, maar alleszins verdiende overwinning die in het stadion een bijzonder prettige stemming bracht. De toeschouwers begonnen opgewekt aan de wandeling naar huis of station. Velen zouden na deze overwinning desnoods naar Groningen hebben willen lopen.